Amen, goedemorgen allemaal. Voor degene die ik nog niet uh, persoonlijk had begroet natuurlijk. Um, sta op en schitter. Halleluja, dat is het idee voor deze dag. Wie heeft daar zin in? Mm, de helft ongeveer. Het lijkt een beetje op de mensen die net aan dansen, waren ze ook ongeveer de helft. Nou, goed, het is de bedoeling dat we aan het eind allemaal opstaan en gaan schitteren. Want het is hartstikke mooi dat we het hier naar ons zin hebben, hier in dit huis. Maar het is nog veel mooier als we buiten net zo enthousiast zijn als binnen. En dat is de reden waarom Jezus is opgestaan uit de dood. Echt waar hij is opgestaan uit de dood, zodat wij ook op zouden staan uit de dood. Halleluja. En we zouden gaan leven zoals hij leeft. Nou, daar gaan we vanochtend over nadenken. Dus we gaan eerst maar eens kijken naar de tekst die we vorige week hebben behandeld met Richard. Wie herkent dat nog? Johannes 12, vers 24, waar ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dit is wat God voor jou en mij heeft weggelegd. Want dit leven heeft Jezus ons voorgeleefd. Hij is in de aarde gevallen en hij is gestorven. Weet je dat hij letterlijk in de aarde is gevallen? Hij kwam namelijk uit de hemel. En toen viel hij heel ver naar beneden, zegt de Bijbel. Echt waar, hij is naar de aarde toegekomen. En daar is hij gestorven. En heeft hij veel vrucht gedraagd? Show, sowieso wij allemaal hier. Halleluja. Ik hoop in ieder geval dat jij een vrucht bent aan zijn korenhalm. Daar gaan we het nog misschien over hebben vandaag. Uh, maar dit plaatje: dit is eigenlijk wat er gebeurt. Het, een tarwekorrel op zichzelf, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. En het probleem van de meeste tarwekorrels in deze wereld is dat ze opgegeten worden. Mm -hmm. 35% van het eten van deze wereld komt uit graan. Weet je, en het meeste wordt opgegeten. Maar er zijn ook gelukkig tarwekorreltjes die weer nieuwe tarwekorreltjes produceren. En ik denk ook wel dat de meeste mensen op aarde nooit een tarwekorrel worden van Jezus, die ook weer tarwekorrels voorbrengt. En dat is eigenlijk super verdrietig. Want ik geloof namelijk dat Jezus zijn leven gaf voor iedereen hier op aarde. Dat elke tarwekorrel, elk mens hier op aarde tarwekorrels voort zal brengen. Dat is waar wij voor geroepen zijn. Maar het probleem van de tarwekorrel is dat hij een zemel heeft. Zullen we dat, zemel, even een beetje. Is dit biologie? Ja, een beetje biologie. En, en dan heb je ook nog een kiem en een meelkern. Het probleem van die, uh, die, uh, die tarwekorn is die zemel. Die is zo hard. Die moet eerst zacht worden. En dan opengaan. En dan kan eindelijk die kiem, dat leven, eruit komen. En dan vreet hij die, die hele meelkern op. Dat is dying to live. Wie wil er allemaal dying to live Weet je, het begint met dying. Sorry jongens, daarna pas live. <laughs> maar er komt wel live after dying. En dat moet je nooit vergeten. Dying is nooit voor niks. Als die meelkern opgevreten wordt, die heb je het idee, ik blijf, er blijft niets van me over. Dan moet je juist gaan juichen en zeggen: Halleluja, er blijft niets van me over. Niks van mijn kracht, van mijn wijsheid, van mijn kunde. Paulus komt er op een gegeven moment achter. Alles wat ik denk wat goed is, heb ik voor schade geacht vuilnis, rotzooi. Het is niets uit Paulus, het is alles uit Jezus. En daar moeten wij komen. Kijk, je ziet dat dat een heel proces is. Het verdrietige van die, van die tarwekorrel is, hij is helemaal in zijn eentje. Weet je, dat sterfsproces kan ik jou niet behelpen. Dat is jouw eigen overgave. Jij moet een keus maken met je hart. Je zegt, Heer Jezus, I surrender all. I give everything. Wie zong het net allemaal zo hard mee? Weet wat je zingt. Dan zegt de Heer: Halleluja, gelukkig een tarwangrodje die beschikbaar is. Maar als je dat zingt, kan het zomaar zijn dat hij jou aan gaat pakken. En dan gaat die harde kant eraf. Weet je, die zeemol staat er een beetje voor onze trotse oude ik. Oh, dat is ook zo'n nare cultuur in Nederland. We zijn zo hoogmoeder, zo trots. En die moet eerst zacht worden. En dan gebruikt God. Allerlei moeilijke omstandigheden voor. Weet je dat er maar heel weinig zaden zijn die in de winter erin gaan en pas in het volgende jaar worden geoogst? Dat is ook die tarwekorrel. Wintertarwe noemen we dat. Koud, nat, donker, alleen. Wie voelt zich wel eens zo? Heel hm, veel. Weinig tarwekorreltjes in de grond. Misschien zijn er al een paar uit aan het komen. Ah, lekker. Ik voel me wel eens zo hoor. Ik ben al heel lang onderweg en ik dacht op een gegeven moment, jongens, wanneer komt die vrucht nou eindelijk? Ik heb ontdekt, dat gaat altijd door. Die cyclus blijft maar doorgaan. Die blijft gewoon doorgaan. Er komt een moment, zegt God, ik duw je weer even een tijdje in de grond, want ik ontdek nog wat. Dat moet er ook nog af. Dat moet er ook nog uit, want ik wil alleen maar Jezus bij mijn komst. Ik wil niets van Johan. Johan is toch ook hartstikke belangrijk? Hij is niet belangrijk. En Johannes de Doper, mijn naamgenoot, had dat ontdekt. Ik moet minder worden. Zeg eens, ik moet minder worden. Wil je dat echt? Pjoe, je hebt wat gezegd nu. Misschien komt maandag je baas wel naar je toe en zegt, ik heb geen werk meer voor jou. Hoe komt dat heer? Je hebt toch gezegd, ik moet minder worden? Dan wordt God je ineens je voorziener en niet je baas. Moet je dat weer gaan leren. En soms ben je een tijdje ziek, want dan moet je ontdekken dat God je genezer is. En soms ben je heel eenzaam, moet je ontdekken dat Hij jou echt genoot is. En er zijn zoveel situaties in je leven waarin je moet ontdekken wie Hij is. Want Hij moet meer worden. En in al die situaties wil God zichzelf aan jou betonen. Ik ben met Christus gestorven aan het kruis en daarom leef ik niet meer. Zullen we naar het volgende plaatje gaan? Filipensen 2: Daarom laten wij de gezindheid hebben die ook in Jezus Christus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Aan de mensen gelijk te worden. In de gedaante als mens bewonden heeft hij zichzelf vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Dit is in de aarde vallen. Lieve mensen. Als je vrucht wil dragen voor God, moet dit eerst gebeuren. Als je deze gestalte niet omarmt, als je niet zegt, ik word een slaaf van alle mensen, sterf je niet. Want tenminste is de meeste in het koninkrijk van God. Nou, zover als Jezus kunnen wij denk ik niet gaan. Misschien kan het. Maar ik weet zeker dat hij absoluut de diepste weg is gegaan. Daarom is hij ook de meeste. Maar dit roept hij op. Hij roept jou en mij vandaag op om ook die weg te gaan. De minste te zijn. Dit aan te nemen. Want als dit voor hem geldt, geldt dit ook voor ons. En kijk het resultaat. De volgende. Wauw. Een volle korenhal. Jezus. Veel vrucht gedragen. Hij draagt nog steeds vrucht. Halleluja, nog steeds komen mensen tot geloof. Hij draagt nog steeds vrucht. Jij en ik, wij zaten ooit lekker aan hem vast. Isa, ik luisterde jouw podcast van de week. Er was iemand zo enthousiast, ik denk, hm, moet ik even luisteren. Je bent zo blij met Jezus, hè? Weet je dat komt? Je zit zo dichtbij bij hem. Maar ondertussen hoorde ik ook al dat je in de grond bent gevallen. Hé, is al wat van Isa aan het sterven? En dat is lekker, want je wordt steeds mooier dan. Receive it. God is met je aan het werk. En hij gebruikt je machtig. Halleluja. Echt waar. Ik hoor getuigenissen van mensen zeggen. Heb je dat al gehoord? Zeg ja, ik ben een beetje trots. Zit in onze kerk. <lacht> <lacht> Halleluja, van ons gezien. Hé <laughs> hey jongens. Als je collega hebt die in dezelfde situatie heeft gezeten als Isa. Deel haar podcast. Alsjeblieft. Jij gaat die gast niet bereiken. Zij wel. Prijs God dat ze in onze familie is. Halleluja, lekker toch? Hé, hey, maar dit is mooi. Je bent dicht bij Jezus en je voelt zoveel van Jezus. Ja, Ik ken die tijd ook. Je voorganger zei, nou heb je verkering met Jezus. Maar ik heb nog steeds verkering, halleluja. Vanmorgen was ik even heel verliefd. Heb je dat, die momenten, dat je weer lekker terug bent? Restore the joy of my salvation. Weet je, of your salvation, weet je, dat is echt wat we nodig hebben. De vreugde van de Heer telkens opnieuw, want de vreugde van de Heer is je kracht. Als je die vreugde niet hebt, daarom is het zo goed om zondagochtend uitbundig te worshipen. Want je wordt vol van vreugde. Weet je, als, als een van die voetbalclubs landskampioen is, dan moeten ze gaan gek in die hoofdstad. Ze gaan gek in die stad, weet je, ze gaan helemaal los. Wij zijn niet landskampioen één keer, wereldkampioen, eeuwig kampioen met Jezus. Kom aan, hij kan nooit meer verliezen. Daar is het toch? Daar is. Ga je staan. Zeg halleluja, man. Kom op. Ga even staan. Jullie zijn allemaal een uur Ja, heb je al. Amen. Zo, ja, we zijn allemaal een uur. Er uh, zijn mensen staan gewoon niet op, hè? Kan je niet geloven, maar het gebeurt. Ja, die, heb, die zijn nog een uur terug, natuurlijk, in de tijd. Dus een beetje een lastig moment, Pasen zo. Een uur te weinig geslapen. Ik weet zeker, aan het eind staat iedereen op. <laughs> Haha. Oké, okay, nou, dit is prachtig en dan nu de volgende plaat. Even, hey, nog een keer, ja, want wij zijn ook echt aan de beurt. Wat Jezus heeft gedaan, dat moeten wij ook doen. Echt waar. En dan wil ik je echt op wijzen, dit is een van mijn favoriete teksten waar ik al heel vaak over gepreekt heb. Maar dit is waar het om gaat. Als je op jezelf blijft, geen vrucht. Je moet in de aarde vallen en sterven. Dat is de enige manier. Dying to live. Dat is wat we echt geloven. Dat is misschien wel de hoogste waarde binnen voor twaalf, of niet? Ja. ja, zeker. Het is ook wel de heftigste waarde misschien binnen voor twaalf. Want een natuurlijk mens wil niet sterven. Een natuurlijk mens wil leven voor zichzelf, is egoïstisch, denkt aan zijn carrière, denkt aan zijn portemonnee, denkt aan zijn vakantie, denkt aan zijn maaltijd, denkt aan zijn barbecue. Maar die denkt niet zo snel aan het Koninkrijk van God. Een natuurlijk mens, no way. Je denkt als een nieuwe auto, je denkt als een nieuwe denk denkt als een nieuwe baan, je denkt als een nieuwe vrouw, je denkt als een nieuwe dit. Weet ik waar die allemaal aan denkt, maar niet aan dying to live. Maar wij moeten zo veranderd worden, vernieuwd worden in ons denken, vernieuwd worden, vernieuwd worden. Zeg ja Heer, ik wil veranderen. Ik leef niet meer voor mijzelf. Daarom als je s'morgens opstaat en je hebt tijd met de heren, zeg Heilige Geest, I surrender all. Ik denk dat het bij mij geen dag voorbij gaat dat ik dat zeg. Dat moet je elke dag doen. Want je staat op en dan komt eerst die oude, die wordt eerst wakker. En die denkt alleen maar aan koffie en weet ik wat die allemaal aan denkt. Kom aan! Zeg, ik denk aan Jezus. Zeg, ik denk aan de Heilige Geest. Als je het niet bewust doet, gaat het niet gebeuren. Je hoeft mij niet te vertellen hoe een mens werkt, maar ik ben ook een mens. We moeten bewuste keuzes maken. Elke dag zeggen, dying to live. Heer, ik leef vandaag voor u. Lekker radicaal, toch? Halleluja, dat is het ook. De enige manier om vrucht te dragen is radicaal leven. Jezus was knijterradicaal. Ik doe alleen wat de Vader wil dat ik doe. Punt. Hoe weet je wat je moet doen elke ochtend? Moet je met de Vader praten? Als Jezus twaalf jongens gaat uitkiezen, is hij heel de nacht op de berg. Dat doet hij niet even zo random, heel de nacht praten. Wie hier, er lopen er zoveel achter me aan, wie wel, wie niet. Enzovoort. Hij vraagt het en hij weet precies wie hij moet kiezen. Als je Lucas gaat lezen, hij, elke keer is hij in gebed. Ik ging ernaar kijken, hij is constant in gebed. Constant vragen met zijn vader. Trok zich even terug in gebed. We moeten een biddend, een biddend een leger zijn, halleluja. Oké, okay, hoe gaat het in de praktijk? Dit is een super kleine gelijkenis, misschien ken je hem niet eens... Maar deze heeft mij vaak bemoedigd. Ook zei hij: Zo is het koninkrijk van God als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt. En slaat en opstaat, nacht en dag. En het zaad ontkient, het komt op, zonder dat hij het zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aarde. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogstijd aangebroken is. Dit is het koninkrijk van God. Weet je wat het allerbelangrijkste is dat jij je als zaad aan de Heer Jezus geeft? Aan de Vader geeft? Aan de Heilige Geest geeft? Heer, ik weet niet precies hoe het allemaal moet, Heer. Ik weet niet hoe ik vrucht moet dragen voor U, Heer. Dat is best ingewikkeld, toch? Vrucht dragen voor Hem. Maar er is een zaaier en die wil jou graag zaaien. Weet je, en dan, dag en nacht, het is een proces. Weet je, je hebt niet ineens een korenharom vol met nieuwe graankorrels. Echt niet. Dat is een proces. Dat duurt tijd. Er gaat tijd overheen. Jij bent niet ineens van een graankorreltje vermenigvuldigd naar 100. Of naar 60 of naar 30. Als je maar vrucht draagt. Maakt mij niet uit hoeveel, maar als je maar vrucht draagt. Als je geen vrucht draagt, dan word je opgegeten. Dan ben je een korreltje die voor veevoer wordt gebruikt. Dat wil je toch niet? Ik wil vrucht dragen, voor Jezus. Zeg ja, Heer, ik wil vrucht dragen voor u. Mijn korrel is voor u, Heer. Zij me maar gewoon. Ergens in deze wereld laat me me ergens opkomen. En laat mij daar voor u vrucht dragen. Isa, heerlijk die podcast. Lekker daar blijven. Laat me lekker daar een tijdje groeien. Amen. Super goed. Je inspireert mij. Dankjewel. Wij hebben elkaar nodig. We moeten elkaar inspireren. Echt waar. We hebben het nodig, getuig van de dingen die je deelt met, met collega's enzovoort. Ik heb het nodig, ik word aangewakkerd als ik dat hoor. En als die langskomt, die installateur, je deelt hem het evangelie. Amen. Tuurlijk, je bent al voorbereid. Je hebt het besluit al genomen. Dat is supergoed. Als iemand langskomt, weet je, en je denkt: mm, had ik eigenlijk het evangelie moeten zeggen? Zeg, heer, geef me nog een kans. Je krijgt negen van de tien keer nog een kans. Bereid je voor. Deel het evangelie. Dat is de enige reden waarom je bent opgestaan. Niet voor jezelf. We cruisen niet naar de overkant. Dit is een uh, vissersboot. Halleluja. Moest ik even bedenken, maar ik kwam al snel, hè? Dit <laughs> is een vissersboot. Yeah, I love fishing, hè? Ja, <laughs> yeah, amen. Het is niet voor niks. Oké, okay, de volgende. Jezus zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezond heeft, zend ik ook u. En dat hij dit gezicht had, blies hij op hen. Hij zei: Ontvang de Heilige Geest. Wauw, mensen. Dit is Jezus' boodschap na zijn opstanding. Wie is blij dat Jezus is gekomen? Wie is blij dat hij geboren is? Wie is blij dat hij opnieuw geboren is? Haha, nu ben je aan de beurt. Ben je blij dat je gezonden bent? Hmm. Ah, soms moet je er wel voor kiezen. Hé, hey, maar dit is de opdracht. Jezus zegt, zoals de vader mij zond, zend ik jullie nu. Zo de wereld in. Hij zendt jou de wereld in. Dat is de opdracht. Als wij niet gaan, wie gaat dan? Weet je dat je hier zit omdat iemand jou het evangelie heeft verteld? Wie genieten van die familie hier? Hé, hey, luister, als iemand je niet het evangelie had verteld, had je hier niet geweest nu. Iemand voelde zich een gezondere en ging. Ja? Wanneer ga jij? Kom aan. Niet af en toe. Niet alleen in het groepje. Wanneer ga je? Kom aan. Dat woord neem je verantwoordelijkheid. Dat klikte enorm. Floor zei: Ik heb niet zoveel, maar ik heb wel één woord. Neem je verantwoordelijkheid. Nou, daar kan ik wel wat mee. Dit is superbelangrijk. Neem je verantwoordelijkheid. Jezus stond niet op zodat jij een comfortabel leven hebt nu. Hij stond op om jou te zenden. Hij zei: Ik zend jou. Ik zend jou. En vandaag begint die zending. Als je hier de deur uitloopt, misschien wel zometeen op de parkeerplaats. Dan begint je zending. We hebben een heerlijke boodschap. Oké. Okay. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer, mijn geest die op jullie is en mijn woorden die ik in mijn mond heb gelegd, die ik u in de mond heb gelegd, zullen niet uit je mond wijken. Ook niet uit de mond van je nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van je nakomelingen, zegt de Heer, van nu aan tot een eeuwigheid. Halleluja, dit vind ik zo'n geweldig vers. Vaak lezen we dit vers niet, want Isaiah 60, vers 1 is veel meer bekend. Maar het laatste versje, in 59, is ook een supermooie belofte. God zegt, Jezus zegt, ik blaas mijn geest op jullie. De adem van God komt over zijn discipelen. Halleluja! En uiteindelijk Pinksteren, bam, komt de Heilige Geest uit de hemel. Nou, dat was een feest, jongens. En hij zegt, dat is mijn verbond met jullie. We hebben dat gevierd afgelopen vrijdag. Het nieuwe verbond is ingesteld door het bloed van Jezus. En dan staat er, ik zal mijn geest op je leggen en mijn woorden in je brengen. En niet alleen op jou, ook op je nakomelingen en op de nakomelingen van je nakomelingen. Wie zegt, amen? Ja, als Jezus niet terugkomt, zal dat ook op mijn nakomelingen zijn. Ik zeg: Amen, Heer. Die belofte ontvang ik van U. Daar ga ik in staan, daar ga ik in wandelen. Die omarm ik. Ik zeg: Dank u, Vader. Want ik doe het niet, U doet het. Vanuit uw verbond. En daar wil ik op staan, wil ik me verheugen. Ik verheug mij erin dat mijn dochters heerlijk vanuit de Geest zullen leven, dat ze de woorden van God zullen spreken. En als het nog niet zichtbaar is in Je leven. Ga zeggen, heren, dank u wel voor uw belofte. Heer, ik, ik bid voor dat u uw belofte werkelijkheid gaat maken. Ga doen, heren. Ga doen, niet om mij, maar om uw verbond. Weet je, pleit op het bloed van Jezus alsjeblieft. En natuurlijk, een mens heeft een vrije wil. Ik weet soms ook de dingen niet. Maar ik weet wel dat het woord van God waar is. Pleit op de beloftes van God. En dan zegt hij, sta dan op. Word verlicht. laat staat schijnen. schijn. Ga in stralen als de zon. Dat is wat God wil. Toen Jezus op aarde liep, hij was echt licht. Hij trok zoveel mensen aan. Bizar. Hoe kan dat, denk je? Interessant, toch? Hij was ten eerste vol van de Heilige Geest. Niet zomaar, hè? Hij werd door de Geest de woestijn ingestuurd. Total surrender voor Jezus. Vaste. Is vasten lekker? Wie houdt van vasten? Ik hou niet van vasten. Ik kan er helemaal water van worden, Isa. Dat je nee, je aantekeningen niet meer kan lezen. Dat heb ik ook wel eens gehad. Vaste, dat ik denk: wat staat er nou op mijn schip? Eerste woestijn in. Vaste. Total surrender. Je wordt getest door de duivel. Is die wel echt voor het koninkrijk of voor zichzelf bezig? En dan, als hij eruit komt, vol in de kracht van de Heilige Geest. Dat trekt mensen aan. Mijn geest, die op je is. Zeg God, mijn geest is op jou. Geloof je dat? Als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen, doe niks. Want anders wordt het jouw werk. Ga niet mij naapen of een ander hier in de kerk. Doe het vanuit de Heilige Geest. Zeg, Heer, ik wil leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Natuurlijk kunnen mensen je inspireren. Paulus zegt ook: Volg mij na, zoals ik Christus volg. Weet je, soms kun je, heb je dat nodig, weet je, om iemand te volgen die Christus volgt. Zometeen gaan we een plaatje in van iemand die mij mega geïnspireerd heeft. Word verlicht. Nee, nog terug. We zijn er nog niet hoor. Uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie. De duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Natuurlijk, dit gaat over Israël, dit gaat over Jezus. Maar wij zijn Hebreeuwse denkers, dit gaat ook over mij. Ik geloof dat God dat ook in mijn leven wil doen. En wij leven nu in een wereld die vol duisternis is. Als er een tijd in de wereld is waar mensen licht nodig hebben, is het wel nu. Mee eens? Wie wil de licht zijn? Dat is wel een interessante vraag. Jezus zegt: Zolang ik in de wereld ben, Johannes 9, vers 5, ben ik het licht van de wereld. Dat is een statement, hè. Zolang ik het licht van de wereld ben, ben ik, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En dat doet hij als hij net een jongen heeft genezen van blindheid. Ik geef licht. Ik geef licht. Ik breng licht. Weet je hoeveel mensen er blind zijn om jullie heen? Duizenden. Overal om je heen zijn blinde mensen. Maar jij bent het licht van de wereld. Geloof je dat? Jezus zegt tegen zijn discipelen: Jullie zijn het licht van de wereld in Matthäus 5. Staat op een berg, kan niet verborgen blijven. Weet je waarom je bent opgewekt uit de dood? Om te schitteren. Schijn, zegt Jezus. Schijn. Mijn geest en mijn woorden zijn in jou. Hou ze niet binnen, alsjeblieft. Geniet er niet alleen zelf van. Natuurlijk is het heerlijk. Ik hou van het woord. Ik mediteer erover. Maar als ik het niet meer deel, word ik een dode zee. Meer van Galilea stroomt gewoon door. Daarom is het vol van leven in dat meer. Ontvangt leven, geeft leven door. Dode zee stopt één dode poel. Wees geen dode zee. Zeg, ik wil het Meer van Galilea zijn. Ik wil het ontvangen van boven en lekker door laten stromen naar beneden. En leven geven. Die Jordaanvlakte, man. Zo, die geniet ervan. Die geniet van het meer van Galilea. Superveel vrucht. Super vruchtbaar. Zeg, ik wil dat mijn omgeving vrucht draagt. Dat zou toch super zijn? Neem een besluit. Neem een besluit. Zonder besluit gebeurt het niet. Nou, van zometeen krijgen jullie een grote vraag aan het eind heer dat je de Heilige Geest hebt. Volgende boodschap. Jezus zegt, ik zeg jullie, sla je ogen op en kijk naar de velden. Ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar: de een zaait, de ander oogst. Ik heb jullie uitgezonden, uitgezonden om te oogsten. Waarvoor je je niet hebt ingespannen. Weet je wie er zich heeft ingespannen om te oogsten? Jezus heeft zich ingespannen. Dat hebben we met Goede Vrijdag gedacht. Als er één iemand zich heeft ingespannen zodat wij kunnen oogsten, is het Jezus. Hij zegt: Ik heb je uitgezonden om te oogsten. Wie wil er oogsten? Wie wil er honderdvoudig vrucht? Dat betekent dat er minimaal honderd mensen met jou naar de eeuwigheid gaan. Je wilt er honderd mensen meenemen naar de Heer Jezus. De eeuwigheid in. Dat zou toch super zijn. Als je boven komt dadelijk. Of Jezus komt naar beneden met een aantal mensen die al volgingen. En zeggen: Hey, door jou, man. Ben ik er nu ook? Halleluja. Dat zou toch een geweldige boodschap zijn. Dan zeg je: Mijn leven heeft nut gehad. Ik heb geleefd met een goed doel, man. Ik was hier niet voor niks. Ik was hier voor nut. Misschien maar één iemand. Maakt niet uit. Misschien moet je alleen die één in het bejaardenhuis. Achterin het laatste op de gang is voor jou. Maak me niet uit wie het is. Maar zorg dat die ook meegaat. Ik kom daar niet. Sorry, ik, ben daar niet, ik heb daar niemand. Mijn oma die woont bij mijn vader en moeder in. Dus ja, sorry, ik kom niet in het bejaardenhuis. Maar misschien jij wel. Ja, toch. Neem ze mee. Halleluja, dat is wat God wil. Hij wil dat je mensen meeneemt. De eeuwigheid in. Volgende vers. Weet je wat er gebeurt? Vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. <laughs> Halleluja. Het is helemaal niet moeilijk. Ze getuigden gewoon wat Jezus in hun leven had gedaan. Wat doen we toch allemaal moeilijk, zeg? Ik zat gisteren over na te denken. Stel, iemand komt op visite bij jou voor het eerst. En uh, je vergeet helemaal koffie te geven aan hem. Dan een half uurtje loopt hij weg. Zeg, Oeh, sorry, ik heb helemaal vergeten koffie te geven. Ken je dat gevoel? Weet je, wat is er erger? Die man niet vergeten koffie te geven of het evangelie niet te delen. Ja, ik moet zeggen: "Sorry man, ik heb het evangelie niet gedeeld mee We hadden het over dingetjes enzovoort, maar "Oh sorry man, ik ben het belangrijkste vergeten." Ja, of is het evangelie niet belangrijk voor je? misschien denk je: "Was ik maar thuis gebleven vanmorgen." En als je kijkt, ben je ook te klos. Jij ja, hebt het ook gehoord nu, hè? Kom aan. Ik, ik kijk nooit geen preken voor Johan meer. Halleluja. Jongens, getuigen, volgende. Getuig van zijn opstanding. Weet je, Handelingen 3, vers 15. De vorst van het leven hebben jullie gedood, die God uit de doden heeft opgewekt. Waarvan wij getuigen zijn. Weet je, dat is mooi. Er is geen religie met een levende God. Ze zijn allemaal gestorven, die jongens. Arme jongens. Ons is opgestaan. Jezus is opgestaan uit de dood. En jij bent het getuige dat hij leeft. En anders zou niemand niet in hem geloven. Ik vond het zo mooi wat Isa zei. Ja, waarom zou ik nog over die anders praten dan Jezus? Dat is mooi, hè, Jezus? Halleluja. Heer, ik bid dat we allemaal weer net zo verliefd worden als Isa. Kom aan. Bid het alsjeblieft voor jezelf als het een beetje minder wordt. Zeg, laat me verliefd zijn op Jezus. Als je verliefd bent op Jezus, dan deel je over Jezus. Echt? Weet je, worships morgens. Maak hem groot. Zeg, als je in de auto zit, ga geen onzin luisteren. Geen, alsjeblieft, geen wereldse radio meer. Zullen we het afspreken met elkaar? In de auto geen onzin meer draaien. Gewoon worship opzetten. Mooie podcast van Isa. Um, andere podcast misschien van iemand. Weet je, van Living Word is. Laat je vullen met waarheid. Ja. De duivel leidt ons af. Hij leidt ons af. <laughs> hij leidt ons af. Denk niet dat hij jou niet afleidt, hij leidt je af. Dat is het eerste wat hij probeert. Als je dan toch niet afgeleid draait, dan gaat hij op een andere manier treiteren. Pesten doet hij altijd. Hij is een slechte rat te verliezer. Focus op Jezus. Dat is mijn goal. Ik ga een tekst voorlezen. Die komt ineens in mijn gedachten. Die staat niet op de beamer. Ik vind Paulus' getuigenis krachtig, jongens. Handelingen 20, vers 24. Paulus zegt: Ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods Genade. Als de Heer niet terugkomt voor mijn sterven, moeten jullie dat op mijn steen zetten. Dat is mijn verlangen: dat ik vol blijdschap mag getuigen van het Evangelie van Gods Genade. Amen. Het is mooi. Weet je dat je ook echt de blijdschap in het leven alleen maar vindt. als je op die manier leeft? Weet je dat je het gelukkigste leven hebt. als je gaat getuigen van Jezus? Misschien niet easy, maar wel het gelukkigst. Echt. Ik word altijd blij. als ik met mensen over Jezus heb gepraat. Wie herkent dat? Ik word altijd blij. Ik denk halleluja, ik heb iemand over Jezus verteld, man. Het heb mijzelf ook opgebouwd. Dat is toch heerlijk? Kom on. Getuig. Volgende. Wie is die man? Wie kent deze man? Dat is een, dat is een, dat is een topper, dit. Dit is nou echt een, een, een strijder, is het. Halleluja. Jullie denken, gelukkig, ik ben geen wielrenner. Aha, maar je hebt vast wel kleren waar je ook wat op kan verven. Luister, dit is best een heftig verhaal. Deze broer, die heb ik gisteren de hele dag rondgereden in mijn auto, maar hij lag wel in een kist. Hij is namelijk dinsdag overleden. Dit was maar een maat van mij. Vroeger heette hij, hij heette Peter van de Geest, maar ze hebben hem tot zijn veertigste Peter het Beest genoemd. Het klonk wel makkelijker. Hij heette van de Geest, maar ze noemden hem het Beest. Tot iemand hem uitnodigde voor een Bijbelstudie. Gewoon, random, iemand in het dorp zei, jij moet een keer op de Bijbelstudie komen. Elke dag fietste hij heen en langs dat huis, vier jaar lang, en elke dag dacht hij aan die man die hem uitgenodigd had. En op een gegeven moment komt hij die, die man weer na vier jaar tegen, gewoon maar een keer, misschien tussendoor ook wel eens, maar die zegt, um, wanneer kom je nou? Hij zegt, hoezo, heb je hem uitgenodigd dan? Hij zegt, weet je dat niet meer dan? Hij zegt, nee, ik weet het echt niet. Elke dag dacht hij eraan. Misschien nodig jij iemand uit voor de samenkomst. Dat vergeten ze niet meer. Gewoon een keertje af en toe herinneren. Hij ging naar de Bijbelstudie. En Jezus kwam in zijn leven. En hij zei van tevoren: Als het echt is wat bestaat, zal iedereen het weten. Hij kon alleen maar vloeken, bier drinken en knijterhard werken. Tot zijn 41ste. En toen leerde hij Jezus kennen. Halleluja. En hij zei: Dit is echt. Dit is top. Weet je, dit is fantastisch. En toen heeft hij de volgende 28 jaar lang overal waar hij leefde getuigd van Jezus. En dan is hij afgelopen dinsdag ineens gestorven. Nou, niet ineens, maar hij had kanker gekregen, poosje terug. Toen is hij gestorven. En toen zei hij, een van de laatste gesprekken die ik met hem had, zei hij, was hij nog steeds bezig met getuigen. Zei hij zei, jo, Johan, kan jij niet je bus op het NK neerzetten van het wielrennen? Ik mag het regelen, dat is bij ons in het dorp. Ze dus zei, ja, gaan we regelen, Peet. Maar ja, hij is er niet meer, helaas. Ik weet ook niet of het nog georganiseerd wordt, maar goed, dan moet ik nog eens aan zijn vrouw vragen. Hij is heengegaan. Maar hij is op een waardige manier heengegaan, deze man. Hij heeft altijd getuigd van Jezus waar hij maar kon. In het wielrennen, hij, hij was nu hij was 69 geworden. Hij was super enthousiast over Jezus. Altijd. Je kan zeggen: die man is gek. Nee, die man doet waar hij voor is geschapen. Luister, dit is de standaard. Hè? Jullie denken misschien, ja, joh, moeten we allemaal onze auto special pain doen. Moet je niet aan mij vragen, aan de Heilige Geest. Als je jezelf die vraag al stelt, is het best interessant. Misschien is er al iets bezig in je hart. Weet je wat het voelen van mijn auto is? Dat ik met iedereen kan praten over Jezus. Weet je waarom Hij dit op zijn fiets heeft gezet en op zijn shirt heb geverfd? Mensen komen naar hem toe als ze problemen hebben. Als hij niet op je shut staat, ja, weten ze dus ook niet wie jij bent. In het peloton noemde iedereen hem Jezus. Hé, hey, Jezus doe je mee. Hij heette Peter van het beest vroeger, maar zijn echte naam was Peter van de geest. Ik zeg, wauw, die man heeft echt zijn naam eer aan gedaan. Hij was een rots voor veel mensen en was vol van de geest. Daar had de Heer niet voor niks bedacht, die namen. Hij heeft niet voor niks in die familie geboren laten worden. Omdat de Heer wilde dat hij van de geest heette en ook Peter was zijn voornaam. Geloof je dat? God heeft mij ook een naam, Johannes Peter, gegeven. Dat is niet voor niks. God wil dat ik die naam eer aan doe. Ik moet een man zijn vol van genade en een rot voor mensen om me heen. Dat is wat God voor me vraagt. Snap je? Weet je, en dat wil hij ook voor jullie. Deze man is voor mij een groot getuigenis. En zijn vrouw zat de hele dag naast mij. Ik zeg: Rina, we gaan door. Tot Jezus terugkomt. We gaan gewoon door. We blijven getuigen van Jezus. Weet je, en, en iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft gisteren het Evangelie weer gehoord. Er zaten meer dan 500 man in de zaal. Weet je, en ik denk dat iedereen die daar zat, het ook al een keer persoonlijk van Peter had gehoord. Halleluja. Iedereen is weer uitgenodigd die dag om zijn leven aan Jezus te geven. Want daar begint het mee. Jij moet eerst je leven in de handen van Jezus leggen. Anders denk je allemaal, die gasten zijn net te gek. Wat is er met hem aan de hand? Weet je, en het, en het evangelie is super radicaal. Zijn eigen broer was ook op de begrafenis prachtig verhaal, maar gelooft echt niet in Jezus. Bizar, hè? Hoe kan dat, joh? Maakt niet uit, ga naar de volgende. Jezus zegt als ze niet luisteren, de volgende opzoeken. En als iemand het evangelie heeft gehoord, dan heeft hij er pas weer recht op als de rest van de wereld het heeft gehoord. Oké, okay, ga gewoon naar de volgende. Gewoon naar de volgende. Man, met hoeveel zijn we nu? 150? 100? Wauw. Dit is een potentie, jongens. Als wij zouden doen waar Jezus ons voor gezonden heeft, dan is deze kerk in no time te klein, deze zaal. Echt waar. Waarom maken wij het zo moeilijk? Getuig gewoon. Getuig. Gelegen, ongelegen, getuig. Ongelegen is voor jou als jou niet uitkomt. Niet voor die anderen. Getuig. Getuig ook als jou niet uitkomt. Getuig. Getuig van Jezus. Getuig van wat God doet in je leven. En als je er moeite mee hebt. Prijs God man. Ik wist niet eens dat ze volgende week kwamen die gasten. Over twee weken. Heerlijk toch? Ga heel de week met die gasten mee. Zeg heilige geest train me. Dit is het belangrijkste waar u me voor geroepen heeft. Ik wil een getuige zijn van Jezus, als ik heen ga of als hij terugkomt, wil ik dat er minimaal een paar aan mij vastzitten. Ja. Peter is waardig gestorven. En daarom zei ik, jij mag, ik ga jou heel de dag rondrijden in mijn auto. Dat ga ik echt niet met iedereen doen. Maar met Peter, ik dacht, ja, dit is waardig. Alle stoelen eruit gehaald, zijn kist lag achter in mijn auto. Zelfs onderweg naar zijn laatste plek, getuigde hij nog steeds. Halleluja. Zo is het. Weet je, en dat is wat ik geloof. Daar zijn wij voor geroepen. Die zegt amen. Die zegt, ja, dat wil ik. We hebben een boost nodig van de Heilige Geest, lieve mensen. Want uit je eigen kracht ga je het niet doen. Jezus zei niet voor niks, ik blaas over jullie. Weet je, kom aan, ontvang mijn geest. Zonder mijn geest ga je het niet doen. Want je kijkt naar iemand en denkt, mm, weet je, alles geef ik u. You are the treasure in the field, I give everything. Weet je wat het eerste is wat je ze op moet gaan geven is je, is je reputatie. Wie wil zijn reputatie op het altaar leggen? Ja, amen, maar de kinderen doen het makkelijk. Maar het begint daarmee alsjeblieft. Zeg, hier maar reputatie interesseert me niks wat ze van me vinden. Interesseer me gewoon niks meer van. Want in de wereld ben je zwak en ellendig en, en gek en weet ik het wat ze allemaal op je, over je heen leggen als je Jezus gaat volgen. Weet je, ergens heel diep van binnen zijn ze eigenlijk heel jaloers op je. Dat jij zo'n sterke overtuiging hebt. Dat jij zegt, ja, ik sta voor de waarheid. Ik sta voor Jezus. Ik sta voor het leven. Ik sta voor de eeuwigheid. Ik sta voor het koninkrijk van God. Weet ik waar je allemaal voor staat? Nou, nog maar eentje om het te bevestigen. Mooi, het stond op zijn rouwkaart dit, hè? Hij denkt, laat ik mijn rouwkaart ook nog even gebruiken. En dan die tekst ook, hè? Trek de wereld in. Halleluja. En zei het tegen hem, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Ik dacht bij mezelf, ik zet deze erop en ik hoop dat er iemand hier in de zaal net zo enthousiast wordt als Peter. Nou, dan. dan maar zal Peter juichen in de hemel als dat gebeurt, zeg. Als er hier iemand is die in zijn hart besluit vandaag. En die zegt, ja, ik ga all in voor Jezus. Peter zei, als het waar is, zal iedereen het horen. Is het waar? Is het evangelie waar? Ja. Waarom zeg je niet, iedereen zal het horen? Ja, dat durf ik niet, Johan. Dat geeft niet. Maar gaat er met de Heilige Geest mee in gesprek dan? Weet je, ik vind het heerlijk om te evangeliseren. Dat kost me helemaal geen moeite meer. Maar in het begin wel hoor, toen ik begon ook. Ik zei, Heer, ik wil graag getuigen van u. Nou ja, ga maar de straat op dan. En dan gaf, ik had vleitjes gemaakt, mijn naam erop, stempeltje. Ik gaf gewoon vleitjes, ik liep gauw door. Ik was alleen maar aan het lopen. Dus ik denk als iemand begint te praten, zou ik niet weten hoe of wat. Maar ja, dat is natuurlijk altijd iemand die begint. Wat is dat? <laughs> ja, denk je dat ik ook zo vrijmoedig ben geworden uit niks? Preken heb ik geleerd op straat, toch niet achter dit pulpit. Echt waar. Op een gegeven moment was ik veel meer aan het preken dan aan het zaaien. Ik denk, ik moet rijken. Tsukhee, dit zie Lekker het evangelie erin. Kom aan. Weet je, dat is hoe God ons geroepen heeft. Als ik nieuwe mensen ontmoet, ik ben nu personeelsfunctionaris. Iedereen hoort het evangelie die komt solliciteren. Super makkelijk. Ja, Al dopen, ja. Dat is een goede maat. Die laat ik staan. Ja, tuurlijk. Ik moet minimaal één keer in de week eentje hebben voor het, niet? We hebben geen werk voor je meer, We wel het evangelie gehoord. Ja. Dat zou wel zijn, niet alleen wordt het evangelie op meneer Kovraaier. Volgende nog eventjes. Geloof je wat hier staat? Je bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich ten eigendom maakte door de dood van Jezus. Opdat je de deugden zou verkondigen van hem die je uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Jongens, er staan nog in de Bijbel minimaal nog veertig van zulke versen. Ik heb er een heleboel uitgegooid. Ik denk, ja, ik kan wel een hele rij laten zien van wat we allemaal moeten doen. Geloven jullie dit? Geloof je dat je uitverkoren bent uit deze wereld? Nou, kijk om je heen. Wees alsjeblieft blij dat je Jezus kent. Weet je wat ik mooi vind aan die Samaritaanse vrouw die tot geloof komt? Wat ze als eerste gaat doen is ze gaat gewoon terug naar haar eigen omgeving. Vertel gewoon eerst eens lekker in je eigen omgeving iedereen dat je radicaal voor Jezus gaat. Als iemand in je familie, ja, het allemaal wel gelooft, weet ik het wat, ga het nog een keer vertellen. Zeg man, op deze manier ga je verloren. Je hebt Jezus nodig. Kom op. Ik heb, het een, ik heb nog één broertje die niet echt, nou, hij zegt wel gelovig te zijn, maar ik denk nog niet dat hij opnieuw geboren is. Ik ben nu gestopt, want ik denk ik heb te veel gedaan. Nu moet een ander het gaan doen. Maar dat snap je? Vertel het even Evangelium gewoon. Weet je, in je familie, je ooms, je tantes, kan mij het schelen wie? Deel het zo ver mogelijk en dan je collega's. Hier, dit is een bewijs hè. Wanneer komt de rest van de afdeling naar de kerk? Kom op man. 1000, 210.000, zegt de Bijbel. Dat is even andere vermenigvuldiging. Ga ervoor, man. Zeg halleluja, de hele afdeling zal het in ieder geval weten. Nodig ze uit op een barbecue. Eentje deelt zijn getuigenis, ander predikt het woord. Heerlijk, nou, ze hebben het gehad. Gaan jullie doen? Vraag het maar aan de heer. Vraag het maar aan de heer. Dat is toch zo? Kom aan. In de kerk kan ik afspraakjes maken met mensen. Durf maar eens nee te zeggen met al je broers en zussen erbij. <laughs> Halleluja. Oké, okay, de volgende. Jezus zei tegen hen, oh, dat is, die stond op de... Go, staat erop, go! <laughs> Ga heen en predik, het heel de, predik in heel de wereld aan alle schepselen. Dat is zo lekker, hè? Peter, die hield van, uh, van fietsen, die ging in de winter al trainen in Spanje. Nou, dan ging lekker in Spanje vertellen over het evangelie. Dat is toch heerlijk? Heel de wereld, weet je? Dat is gewoon, ja, ik denk van, wauw, dit is mooi zeg. Dit is mooi. Dit is mooi, hè. Jongens, ze kunnen overal het evangelie delen. Overal. Als jij uit eten gaat, deel het evangelie eventjes met degene die je bedient. Ja, het, het is allemaal zo het is allemaal niet zo moeilijk. Zeg, ik heb heerlijk gegeten, ik heb nog een mooie boodschap voor je. Ik heb gewoon wat op zak. Zeg alsjeblieft, ik heb een cadeau voor je. Wat is dat dan ja van mijn beste vriend? Nou, dan ga je iets vertellen. Wie is dat dan? Ja, dat is Jezus. Nou, dat is eigenlijk super makkelijk. Maak het allemaal niet zo moeilijk, jongens. We maken het allemaal veel te ingewikkeld. Weet je wie het te ingewikkeld maakt? De duivel in je hoofd. Eruit ermee. Kom aan. Hij misleidt je. Hij zegt: Nee, hoor, hij luistert toch niet. Nee, hoor, kijk aan zijn hoofd. Hij heeft er helemaal geen zin in. Zo gaat het, hè? Ja, kijk, ja, mensen knikken allemaal. Ja, we begrijpen het allemaal zo goed. Ik weet je wat, ik te, tegenwoordig als ik thuis werk en er komt iemand aan de deur met een pakketje, zeg ik gewoon, uh, wil je nog een bakje koffie? Nou, 9 van de 10 pakketbezorgers, misschien wel 99 van de 100, krijgen nooit koffie. Wil je nog een bakje koffie? Nou, dus af en toe komt er eentje binnen. Dan kan ik even heerlijk met hem over de heer praten. Dat is toch super? Ja, maar het is allemaal niet zo moeilijk. Laten we het niet zo moeilijk maken, mensen. Als iemand toch in jouw huis is, daar ben jij toch de baas? Heb je nog meer nodig? Nou, dan komen we bij de grote vraag. Even serieus worden, want dit is wel belangrijk. Daarna hoorde ik de stem van de Heer. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie hier ben ik. Zend mij. Dit gaat over de roeping van Jezaja. En dat was niet makkelijk in zijn tijd. Heel Israël was afgedwaald. Diende de afgoden. Weet je, het was een vreselijke tijd in zijn leven. Een beetje net als wij nu in Nederland. Hij zegt, wat moet ik doen, Heer? Ik ben ook niet volmaakt, maar de Heer wil eerst iets van jou horen. Misschien kunnen we onze ogen dicht gaan doen en gewoon eens even nadenken over deze vraag. Het is mooi, hè? Er staat wie zal er voor ons gaan. Dat is heel typisch. Er staan maar een paar keer ons in de Bijbel als God in meervoud praat. De Heilige Geest en de Vader en de Heer Jezus ze hebben een vraag deze morgen voor jou.